Wat ik het meest grappige vond, Jeroen Elshoff zat gewoon vanuit zijn kamer daar commentaar te geven. Had hij ook net zo goed thuis kunnen blijven. Nou ja, maar dat vind ik trouwens met alle tv-reporters. Want ik ben jarenlang achter het voetballen over de wereld heen gereisd. Ja. En dan zat er altijd een tv-reporter naast je die een week dan in zo'n land was voor een wedstrijd. Die zoop zich 7 avonden de week in stukken reed en eindigde altijd in de paaldansclub. En dan de wedstrijd versloeg die van zo'n klein tv'tje, ja, naast mij op de tribune rillend van de kou. Ja. Terwijl die in, hier in de studio een prachtig groot beeldscherm hetzelfde ziet. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar toen een paar zendgemachtigden dachten van, ja, het is eigenlijk onzin. Die gasten zitten daar voor een monitor, dat kunnen ze in Hilversum ook. Ja. Toen waren de heren allemaal op een pik getrapt dat ze erbij moesten zijn voor de contacten en voor de sfeer. Wat een lulkoek. Geldverspilling. Ja. Nee, Sieter Vos zit al jaren niet meest op kast. En je roept me steeds dat er weer een restaurant om de hoek laat die de kan ruiken enzovoort. Maar hij zit gewoon lekker. Ja, maar kijk, dat mag je ook gewoon zeggen. Ik zie ook vaak van die verslaggevers, die zitten dan in de studio. En daar hebben ze, daarachter hebben ze een stadion in Engeland gemonteerd, net of ze in dat stadion zitten. Manting zit daar dan weer. Maar dat vind ik volksverlakkerij. Zeg gewoon, verslag komt uit de studio in Hilversum. Ja. Gewoon eerlijk zeggen, want daar heb je een veel betere monitor dan waar dan ook. Zo is het. Wij zitten gewoon op Sportpark Zandingen. Ja, daar voelen wij ons echt niet te groot voor. Nee, we zitten hier heerlijk. Het wordt alleen steeds sneller donker. Zaten we maar in de studio. In de echte studio bedoel je? Nou, dit is heerlijk, man. Nee, het is heerlijk, maar kijk, René is al beamen. Wij zitten het liefst gewoon in de vertrouwde studio eigenlijk, hè? Ja, mij maakt het niet zo heel erg uit. Ja, een stukje verder rijden. Maar voor de rest, ja. Zou je het niet liefst vanaf je eigen bank willen doen dan, thuis? Gewoon dat je op die bank ligt? Nee, dat kan toch niet, man? Ja, je weet niet. Dat is allemaal mogelijk in het thuis. Ja, jij moet een keer een format bedenken voor jezelf liggend op de bank. Ja. Nee, ik vind het gewoon lekker. Ja. Dan kan ik gewoon lekker mijn dingetjes volgen, man. Nou, gisteren was ik werkelijk verbijsterd. We begonnen gisteren, hoe laat? Nee, dat was zaterdag om 10:00. Oh ja, zaterdag om 10:00. Om half 10. En toen maakten ze zich hier wat zorgen om René. Die was er nog niet. Ik zei, ja, je mag je zorgen, René komt wel. Ja. Maar toen hadden ze contact met René gehad, maar die had zich verslapen. Ja, mijn uitzending die om 9:30 begint. Ja. Je bent de enige die dat kan, volgens mij. Lekker, man. Hoe kon dat dan? Ja, lekker gewoon. Lekker in het serretje liggen. En dan staat de zon erop op een gegeven moment. Ja. En dan vallen mijn oogjes dicht. Ja. Ja, en er was helemaal niemand thuis. Dus ja, dan ik werd wakker. Ik dacht, ik kan leren, joh. Ik moet nog naar Otterlo. Ja. Want dat is ook wel een gedoe, hoor. Ja. Dat ben ik niet gewend. Nee, is een stukje rijden. Ik ben gewend om 2 keer in de week in die studio te zitten. Ik ben nu al 7 weken onderweg. Maar je hebt ook een ritueel, toch? Met een douche enzovoort, altijd even vlak voor tijd, toch? Ik stofzuig motor, dat soort dingen. Ja, nee, ik moet wel. Ik zit wel in een vast patroon. Ja. Een vast ritme. Mm. Anders hou ik het niet vol, ouwe reus. Nee. En wat is dat vast ritme dan? Nou, niet veel doen overdag. Nee. Nee, maar gewoon, weet je, ik bedoel, ik ga toch niet 1,5 uur met iemand aan de telefoon zitten voordat ik hier naartoe rijd. Daar heb ik nog geen zin in. Dat is verspilde energie. Ja, maar kijk, Wilfred heeft andere bezigheden. Ik heb vandaag bijvoorbeeld al 5 uur radio opgenomen. Ja. Ik ben van 's ochtends vroeg, ik was om 8:30 in het bos met de hond. Ja. En de hele dag druk. En dan moet je haasten om op tijd weer in Otterlo te zijn. Ja, nee. Nou ja, jij hebt dat helemaal met je radioprogramma. Ja, het is over het algemeen wel redelijk druk, maar wij vinden het allebei leuk. Ja, het enige wat ik echt gedaan heb vandaag is dat pommetje gekampt. Maar die is maar zo groot, dat hondje. Die heb ik gekampt vandaag. Dat is een maar hond, dat was ook schrok zich te pleuren. Die denkt, hij komt van de bank af. Ja. Die stond helemaal zo naar mij te kijken. Hij gaat me toch niet uitlaten? Nee. Ja. Jij hebt nooit last van doorlichtplekken? Nee, daar heb ik geen last van. Nee, echt niet. Ik heb het gewoon. Ik kan het prima. Ik heb het prima naar mijn zin, weet je wel. Er liggen bladen, kranten, iPads, dingen. Ik heb allerlei. Ik heb de Olympische Spelen opstaan. Mm. Toevallig zat ik gisteren ook net als Johan. Johan, als oogjes vielen dicht, die voor mij vallen dan wat later dicht. Heb ik ook naar de triathlon zitten kijken. Ook triathlon voor dames. Was echt fantastische sport. Ja, fantastische sport. Een mooie sport, man. Ook dicht bij elkaar de hele tijd. Ja, ja. En zeker Duffy uit de Bananenrepubliek, die won, geloof ik. Duffy uit de Bananenrepubliek. Spannend. Ja, ergens van een of ander tropisch eiland, geloof ik. Oké, Duffy. Maar echt goede sport. Ja. Maar die zitten tegenwoordig ook al in minuscule kleine badpakjes op de racefiets. Hè? Dat vind ik een beetje een raar gezicht. In een waarom? Nou, in een badpak op de racefiets. Kom uit het water. Ja. Je hebt niet echt tijd om te kleden tussendoor. Nee, je hebt geen tijd. Kom uit het jij wil dat ze zo'n badjas aantrekken van ons dan? Nou, dat zou wel een oplossing zijn. Als dat zou kunnen. Maar het is een beetje een raar gezicht. Je bent die wielrenners met die kniebroeken gewend. En dan zit er een dame op in een bad. Kost allemaal tijd. Ja. Pak. Toch, Marloes? Uit de Bananenrepubliek. Ja, dat zit je allemaal niet op te wachten natuurlijk. Kijk de hele aflevering van de Oranje Zomer op veronica-insight.nl. Weer rots.